Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft de Sociale Gids 2018 gelanceerd. Deze gids verschaft een goed overzicht van de ontwikkelingen en processen op sociaal, maatschappelijk en sociaal-cultureel gebied binnen de Surinaamse samenleving. Wij nemen u terug naar dat moment. Het ministerie van Sociale Zaken is het een grote stap voorwaarts dat we nu een revisie uitbrengen van de sociale gids. Aangezien, voor zover ik weet, de laatste sociale gids is uitgekomen in 2006, 13 jaar geleden. U kan zich voorstellen dat hoe dan ook de afgelopen 13 jaar er verschillende ontwikkelingen zijn geweest op verschillend maatschappelijk gebied in Suriname. En vandaar dat wij van mening waren, gezien de behoefte vanuit het veld, de vraag vanuit het veld van wie zit waar, wie doet wat, hoe kan ik wie, die en die bereiken, dat we van mening waren dat het de hoogste tijd werd om de sociale gids op te nemen. Ik wil in ieder geval alle mensen die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van deze gids, maar in het bijzonder de UNICEF, die een belangrijke bijdrage heeft geleverd in het mogelijk maken van het uitbrengen van deze gids, maar dank uitbrengen. Vandaag vond de launch plaats van de sociale gids. Kunt u ons aangeven wat het precies inhoudt? Oké, een sociale gids is een verzameling van instellingen die sociaal-maatschappelijke dienst en hulpverlening bieden in Suriname. Wat is het doel hiervan? Oké, wij werden de afgelopen jaren, zoals de minister daar aangaf, in 2006 hadden we onze laatste gids, waarbij dus alle toen bestaande instellingen die dienst en hulpverlening gaven aan onze doelgroepen, daarin opgenomen. Er zijn een aantal er nog, er zijn bijgekomen. En wij van het ministerie werden krom gebeld naar telefoonnummers, contactpersonen. En we hebben toen gedacht, weet je, het is nu zoveel en er wordt zoveel goed werk verricht ten behoeve van onze bevolking, dat we hebben gemeend om dan dat allemaal vast te leggen in een boek. Natuurlijk, als we het vandaag uitgeven, zijn er zoveel andere instellingen die zeggen van ja, ik ben er ook of ik wist er niet van. Die worden natuurlijk ook opgenomen door zich te registreren bij het directoraat van bij het secretariaat van de directeur van Sociale Zaken. Hun gegevens worden opgenomen en om de 6 maanden wordt dat digitaal op de website van ISO geüpload. Iedereen bij het ontvangen van zo'n gids zal dan zo een link krijgen om dat ook digitaal te hebben. Wat natuurlijk ook makkelijker is voor andere organisaties, niet hier ten lande. We hebben 31 boeken, voordat je denkt zijn we natuurlijk er doorheen. Maar er bestaat nog altijd de mogelijkheid om dat digitaal te hebben. Vandaag een sociale gids ontvangen. Ik zag u daar net zo mooi erin bladeren. Wat vindt u er zelf van? Nou, ik vind het prima, omdat we een oude hadden, die dateerde van 2006. En vaak genoeg, wanneer er stagiaires bij ons komen, dan moet ik ze die oude geven. Maar nu hebben we een nieuwe en dan kunnen ze meer en dan zie ik meer instellingen. En dan is het veel makkelijker voor ons om verder te gaan. Mevrouw Shakshi, is het de eerste keer dat u zo een sociale gids heeft ontvangen? Ja, het is de eerste keer. Het is ook de eerste keer dat Parea erin staat. Want zoals de minister zei, de gids is de vorige gids van 2006. En onze organisatie bestaat 4 jaar. Dus we zijn blij dat we er nu in staan. En wat vindt u er zelf van dat de minister heeft aangehaald dat het om de 6 maanden er een nieuwe versie daarvan komt? Ja, daar ben ik wel heel blij mee. Omdat er steeds weer nieuwe organisaties komen. En ik denk dat een van de krachten van ons zou moeten zijn, want er zijn zoveel instellingen die dingen doen, om te bundelen, samen te werken. En met zo'n gids weten we elkaar te vinden. Dus super.